nieuw, hè? Dat zie jij voor het eerst, een meisje. Rijka die sprong er net omhoog met vier poten de lucht in. Hallo lieve vrienden, een hele goede, liefdevolle middag gewenst. Het is vandaag alweer zaterdag. Ja, en hoeveelste? Dat is de 16e en we leven alweer om 14:42. Het is koud buiten, sneeuw buiten, maar tot op heden blijft het nog niet weg hier. Ja? Ik weet niet hoe het bij jullie gaande is. Ja, ik moet nog verder aan het werk, maar ik ben hier vooruit te branden, ik heb pijn in mijn rug. Dus weer een dag rustig aan, wat jou heet. Ja, ik ben te lief. Oh. Zal ik iets opeten? Waar zal ik beginnen? Nee, maar het sneeuwt van het hele fijne spul. Nou, dat blijft 1, 2, 3 niet leggen. Maar ze hebben al wel flim gedaan, want waar ik altijd langs loop, daar hebben ze dus wel gestrooid van tevoren. Dus ja, dan wordt het ook 1, 2, 3 niet zo gauw glad. Hé, Elwin? Zeg Gandalf. Hé? Mrouw. Ja? Dus ja, zo is het hier. En de honden die zijn weer knettergek. Maar ja, ze moeten eten, want de bak is leeg. Gandalf moet eten. Dus ja, we gaan dat gauw eventjes voor ze doen. En ik ga nou vandaag nog niet weer verder aan de gang, want ik echt... Ik heb vreselijk veel pijn in mijn rug, dus nog maar een dag rust nemen. En dan hoop ik dat ik morgen weer verder kan. Maar ik ben, nee. Hé, verslik ik me ook nog geen lucht. Gaat goed met mij. Hè, mijn neus? Nee. Nee, maar ik ga lekker een bakje koffie doen. En ik ga weer filmpjes in mappen doen. En ben er niet veel van de afgelopen week. Dus ja, en dan ook weer een vlog in elkaar zetten, dat moet ook wel weer gebeuren. En dan zien we het verder wel, hoe de dag helpt en zeilt. Misschien dat ik vanavond wel weer wat doe. Ja, wat doe je weet maar nooit. Moeten jullie naar buiten? Naar buiten alweer? Naar buiten toch? De sneeuw in? Ja, sneeuw. Kom, rustig, kom dan. Doe maar. Hup. Kijk, op tafel blijft dat al een klein beetje liggen. Ze hebben de sneeuw in de kop, denk ik. Heerlijk toch, hoe ze dat doen.
Oh, dan gaat ze daar, daar is dat water en dat is regenwater en dat gaat ze iedere keer drinken. Alwin weet niet wat hij ermee doet, maar Rijka wel. Die vraagt ook s'avonds laat om eruit te mogen en dan gaat ze de eerste run daar naartoe. Ja, dat maak jij voor het eerst mee, hè? Sneeuw. Ja, voor 2 jaar terug moest het ook sneeuw wezen, maar toen was jij er nog niet, Alwin wel. Maar hier heb ik geen sneeuw gezien voor 2 jaar geleden. Nee, zo lang geleden dat wij sneeuw hebben gehad. Ja, nou ja, een beetje hagel was het wat er gevallen was. En dat bleef liggen. Nou. Is hij zo supersnel, hè? Net zo'n hazenwindhond. Ja, geweldig toch? Ik vind het zo mooi, zo mooi. Lekker laten gaan, ja hoor. Ik heb geen problemen mee. Ja, geweldig. En er wordt er gezegd dat het vervals is, hè? Oh, ik ken de Bolburger. Ja, echt. En daar gaan we ook vandaag wat aan doen. Ja. Daar gaan we vandaag wat gaan doen. Maar oké, ik... Ik ga de computer zo aan doen. Ik ga eerst trouwens de dieren eten geven en dan de computer aan doen en een bak koffie, et cetera. Weet je wel? En de rest kan me gestolen worden. Ja, het is mijn dag. Ja, simpel zat. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar en met elkaar en we spreken elkaar later weer. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, de wereld wordt wit. Wel leuk. Ja? De wereld wordt wit, de wereld wordt wit. Rijka die moest er helemaal ruiken van. Wat is dit? Wat is dit? Ze liggen nou allebei lekker te slapen. Want ze zijn moe. Ze hebben lekker ook aan het dollen geweest. Ik heb nou ook telefoon van Karen, Roderick en nog iemand die daar denk ik logeert. En problemen met Instagram. Ja, hoe en wat. Ik snap er helemaal niks van, maar dat doet er niet toe. Komt het wel goed? Ik ga een bakje koffie schenken en ik zeg gewoon weer tot straks maar weer. Doei doei. Rijka. 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 Rijka, wat zie je allemaal? Je ziet het sneeuwen, hè? Optie. Ja, sneeuw, hè? Dat zie jij voor het eerst, een meisje. Ja, dat zie jij voor het eerst, hè. Ja, en zo oud ben jij nog niet, een meisje. Nee. Hé? Nou, dan zijn ze buiten. Rijka die sprong er net omhoog met 4 poten de lucht in. Van, hé, wat is dit hier? Ze is ook zo nieuwsgierig. Nou, en Elwin die staat hier gewoon van, ja, het is maar sneeuw hoor. Wat boeit het mij nou? Ja. Echt grappig. Hoe oud is Elwin dan? Elwin die wordt op de 22 maart, wordt ze alweer 4 jaar. Nou, dat heeft hij wel.